30 jaar geleden kwam het Eurovisie Songfestival naar Brussel na de overwinning van Sandra Kim. De RTBF vond en zocht een presentator met internationale allure, Victor Laszlo. Aan het begin van de show zong ze zelf ook Breathless. Verhuizen ze naar Parijs, ze verdiepte zich in de muziek van Billie Holiday, verdween even achter de coulissen en nu is ze terug met nieuw eigen werk, een nieuwe plaat, Woman. Victor Laszlo, welkom. Dank u, goedemorgen. Je had even afscheid genomen van de muziek, hè? Even geen muziek, of toch niet met eigen werk, wat heb je gedaan in die periode? Ik heb geschreven. En ik heb steeds muziek gedaan met een Billie Holiday project. We hebben 200 concerten gegeven. En sinds 2011 tot vorig jaar. Dus was het toch een druk periode. Ja. Vier boeken, het vierde boek komt eraan, hè? Ja, in januari. Ja, het zijn romans. Ja. Ja. Over welke verhalen wilde u graag vertellen? Dat is een saga. Een saga van twee familien, een van de Juif Polonais en een d'Afrique, qui vient d'Afrique. Donc je voulais traiter des deux déportations, la déportation négrière et la déportation des Juifs pendant la guerre. Parce qu'il y a trop de gens qui opposent ces deux tragédies. Ja, dat lezen we in de boeken, maar dan nu toch weer eigen muziek, hè? Ja, wat je miste het duidelijk. Zelf schrijven. Zelf muziek schrijven was heel belangrijk. En dank Michel Bisseglia hebben wij dit album samengeschreven. Zoals een geschiedenis. Is het jouw geschiedenis? Is het jouw levensverhaal? Ja, dat is niet mijn levensverhaal, want mijn levensverhaal is niet veel zo meer dan een CD. Maar toch, alle topics, tous les sujets, zijn intiem. Ja, komen heel dicht bij jou. Ja, heel dicht. En ik denk dat dit album is heel dicht bij mij. Ça me ressemble. Ja. Gaat het over je jeugd? Hè? Begon op de Caraïbe, dan naar Brussel, of begint het later? Nee, het is pas die drie laatste jaren die we hebben geleefd, die zijn tragisch geweest. Maar ook de liefdegeschiedenissen, de relatie tussen mannen en vrouwen. En dit super ding is dat ouder worden, maak je meer relatief en objectief. En er is een soort sereniteit die. En dat hoor je ook in de muziek. En dat voel ik. Ja. Het tragische, je hebt een zoon. Een van zijn vriendinnen zat op een terras in Parijs tijdens de aanslagen van november 2015. Ze heeft dat niet overleefd. Dat is de tragiek waar je net over had. Dat is de tragiek. Ja, je hebt daar een drieluik van gemaakt op de CD. Hè? Ja, tout à fait. Ja. Ja. Het kwam zo, want de eerste reactie is la tristesse. De tweede reactie is prostration. Je zit daar thuis en je kunt niets doen, je kunt niets niet bewegen. En de derde reactie was anger, la colère. Dus met die drie, avec ces trois émotions, la femme de la qui est celle qu'on va chanter aujourd'hui, qui est plus celle de la résistance. Wat vond jouw zoon ervan? Dat zal toch? Mijn zoon, hij zegt nooit. Hij zegt, hij praat niet. Hij is heel zwijg. Alles is, it's inside, so you have to go and do things. But I think he likes it, I think he appreciates it. Ja, we zijn heel benieuwd naar hoe dat klinkt. Ga naar ons podium.
Want vandaag gaan we het ook nog over slachtoffers straks in ons grote debat over de bende van Nijvel. Een eerbetoon aan iedereen die slachtoffer is van geweld. Op 16 november staat Victor Laszlo in de Bijloken in Gent. En haar nieuwe plaat Woman vindt u nu ook al in de winkel, ook online natuurlijk. Dit is Victor Laszlo. Même si t'en fiches que je sois debout, je marche tout droit, même et contre tout. Pleuve qu'il vente sans aucun affront, j'ai crié, je chante, qu'il le veuille ou non. Deugd dat er nog zoveel aan gedacht wordt, dat ze niet vergeten is. Ik vind dat ze leven moet blijven, dus ja. Januari wordt gevraagd in het jaar. Ja. Op 11 november 2009 zijn de 3 studenten geneeskunde aangereden om 6:30 morgens door een dronken chauffeur. Onze Emilie heeft nog 2 dagen gevochten, maar is spijtig genoeg gestorven op vrijdag 13 november, om 16:45.
deed op de fietsenweg. En het kruispunt met de Frans Willemstraat, daar is ze overgestoken. En daar is ze aangereden door een auto die veel te hard reed. Die dan ook een keer brugmisdrijf pleegde ook. En ja, er gewoon aan heeft laten liggen. Hoe gaan we daarmee om? Dat is heel moeilijk. Dat is dag op dag leven. Dat is eigenlijk overleven dat we doen. Iedereen handelt dat ook op zijn manier. Wij hebben het fonds opgericht voor Emilie op de herdenking vandaag. Het fonds Emilie Leus. Wij gaan van spreken voor scholen zodanig dat wij duidelijk zijn om de jongeren al aan te zetten dat alcohol en rijden niet samen gaan. En telkens, als we dan horen dat het vuurverkeerslachten wel. Dat breekt u, dat kraakt u, dat doet pijn. En dat maakt u kwaad eigenlijk. Van hoe kan dat? Ik zou ervan verschieten hoeveel jonge mensen dat er op een kerkhof liggen in zijn algemeen. Niet alleen hier, maar ook ergens anders. Het kruispunt waar dat ze verongelukt, daar is na 2 jaar nog steeds niks aan gebeurd. En ja, daar kan mijn verstand niet bij. Het probleem is altijd geld, hè. Ze leggen wel schone fietsenwegen aan, fietsbruggen, dat doen ze wel, maar een simpel verkeerslicht, daar brengen ze geen geld meer. Of dan is het probleem van, dat is een gewestweg en dat is de provincieweg en daar gaan ze dan weer in discussie mee. Het is altijd iets. Moesten we ons allemaal al aan de regels houden? En moesten we daar dan ook nog een keer een relatief harde repressie hebben? Die dan ook nog een keer allemaal uitgedrukt wordt in de rechtbank. En dat niet de ene rechtbank sterker is dan de andere, dan denk ik dat wel een grote stap voor hen zouden zijn. Maar we hebben nog veel weg te doen. Ik kom hier elke dag, zondags 2-3 keer. Elke dag kaars in brand doen, de hoek licht hebben. Ik was bang in het donker. Dus. Voor ons is de begraafplaats hier een rommelende plaats waar wij altijd naartoe komen voor Emilie ergens te zien of te voelen of hoe dat ik ook maar moet noemen. Ze kijkt ook bij toeval richting ons huis, dus met andere woorden, dat is wel schoon. Ja. Deze plek is voor ons de kerkhof meer, want dat is meer de plaats waar de jongeren nu. Dat is dat raar hier. Emilie en Merel, twee van de vele verkeersslachtoffers. De vader van Emilie had het over het verschil in straffen, afhankelijk van de rechter die oordeelt. De man die Emilie, zijn dochter, doodreed, kreeg 3 maanden cel en 3 jaar rijverbod. De man die Merel doodreed, kreeg 5 jaar cel en levenslang rijverbod. Ja, mijn broer is inderdaad de reus. Het is zo, heeft mij dat op zijn ster, blijft zijn ster, bevestigd. Op een bepaalde dag krijg ik een van iemand die